En welkom weer bij een nieuwe video van Made by Sim. Ik ben net klaar met mijn paasmandje. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon in een andere kleur maken. Of in of een ander seizoen. En maak er een kerstmandje van. Of maak er gewoon een rommeltjesmandje van. Want je kan er gewoon van alles in doen. Kijk, je kan er paaseitjes in doen. Bijvoorbeeld hier. Maar dus bij deze passen er ook gewoon 7 van die minis in. Van Katona. Dat is ook leuk. Staat hartstikke leuk op je bureau. Of op je werkplek. Of wat dan ook. Dus dat kan je ook doen. Dus ze zijn eigenlijk het hele seizoen, het hele jaar. Niet alleen het seizoen. Het hele jaar gewoon te gebruiken. Precies zoals jij ze wil gebruiken. Maar goed, ik vond het leuk om ze met Pasen te verbinden. Maar doe gewoon lekker wat jij wil. Het garen heb ik gekregen van Lana. Vandaar dat ik hem ook genoemd heb. Lana's, dus haakjes, paasmandje. En dankjewel Lana voor het garen. Super blij mee. Wil je die video zien? Vind je aan het einde van deze video, vind je die video. En dan kun je daar ook nog eens naar kijken. Ik krijg van haar een hele grote doos met allemaal leuke spulletjes erin. Waaronder dit garen. Over het garen vertel ik je allemaal nog veel meer in de volgende clip. Voor nu zeg ik, geniet van de video. Have fun. In deze video ga ik dit garen gebruiken. Dit is het macramé garen van Zeeman. En ik heb dit een keer gekregen van Lana. En daar heb ik toen een hele video van gemaakt. En die video die zal ik helemaal aan het einde van deze video voor je neerzetten. Dat is misschien wel leuk om een keer naar te kijken. En in die doos die ik van haar gekregen had, zaten heel veel van allerlei verschillende bollen. Maar deze zaten er ook in. En ik dacht, dit is misschien wel super leuk en geschikt voor deze video. Maar mocht je dit garen nou niet meer kunnen verkrijgen of je wil iets anders. Of je hebt een ander macramé garen, gebruik dat dan. Ik heb bijvoorbeeld ook nog hier ligt dat macramé koord van iShines. Dat is wel wat dunner. Maar dan gebruik je gewoon een iets kleinere haaknaald. En dan krijg je gewoon een iets kleiner modelmandje. Maar is ook super leuk. Dus dit kan je bijvoorbeeld ook gebruiken. Huisje van Katoen heeft ook heel mooi macramé garen. Dat is dan wel katoen. En dit is 100% polyester. Dus kijk maar gewoon even wat je leuk vindt. Oh, wat je ook trouwens kan gebruiken is bijvoorbeeld dat de Wavy Blends van Hooked van Haakshop Mardi's. Weet je, wees gewoon creatief. Dit garen is, zoals ik al zei, 100% polyester, 100 gram 64 meter. En met één heb je genoeg voor één mandje. Gebruik je een ander garen, weet ik niet precies welke haaknaald je nodig hebt. En ik weet ook niet welke, hoeveel je er dan van nodig gaat hebben. Ik zit nog even te twijfelen welke kleur zal ik doen. Ik heb natuurlijk die knalroze heb ik al gemaakt. En ik vind hem leuk om hem nu voor de Pasen te doen. Maar je kan het mandje natuurlijk ook zonder hengsel of met hengsel, wat je wil. Voor elke gelegenheid gebruiken. Dus zal ik hem nu gewoon in het... Wat zou ik doen? Geel of blauw? Ik ga voor blauw. Ik ga voor blauw. En zoals ik al zei, 100 gram 64 meter, 100% polyester. En er wordt niet echt een naald aanbevolen. Maar dat komt natuurlijk omdat het macramé garen is. Nou ja, dat. Deze komt van de Zeeman. Dus Lana's paasmandje denk ik dan. Toch? Elastiekje eraf. Oh ja, wat heb ik nog meer nodig? Een 5 mm haaknaald. Haak je wat compacter, dan zou ik zeggen, neem een 5,5. Een stopnaald met een groot oog. En een schaartje. En als je hem nog op wil leuken met allerlei frutsels. Of je wil er nog een bloemetje op maken. Of je wil er knoopjes op. Doe lekker wat jij wil. Ik ga je laten zien hoe je hem, nou ja, de basis maakt. Oké, ik ga beginnen met een magische ring. Waar je wel moet opletten is dat je dit garen niet dicht bij de rand begint. Want dan heb je kans dat je het uit kan trekken. Je ziet al hier al een beetje pluis. Dat moet je niet willen. Dus ik zou even een stukje overlaten dat je het ook makkelijker kan wegnaaien.
En dan maken we nu een magische ring. Ik doe dat door mijn draad schuin over mijn hand heen te leggen. Zo. En aan de achterkant trek ik het recht naar beneden. Aan de voorkant maak ik een kruis. En aan de achterkant trek ik het weer recht naar beneden. En dan heb ik hier een kruis en ik heb hier twee draden lopen. Zal ik hem nog een keer doen? Misschien ging het wat snel. Je laat een draad over. Schuin over je hand. Aan de achterkant recht naar beneden. Hier maak je een kruis en aan de achterkant weer recht naar beneden. En dan klem je hem hier even vast. Dus dan heb je hier een kruis en daar heb je twee draden recht lopen van elkaar. Dan pak je je haaknaald. Die zet je onder de eerste met je haak naar beneden. Dan trek je deze tweede, die trek je eronder door. Dan draai je de haak naar boven. Dan heb je een soort van lus heb je hier. Dan heb je hier twee draden lopen op de achterkant van je twee laatste vingers. En dan pak je bij de eerste ga je onderdoor. Die draad pak je op met je haak. En die trek je door de lus heen. En dan heb je hem vastzitten. Dan heb je dus een ring, zoals je ziet. Een schuifring, een magische ring. En die ene hier, dat is alvast een losse. Dus je hebt daar, door middel van een losse te haken, heb je hem vastgezet. Ik maak de ring ietsje kleiner nog, maar niet te klein, want dan passen straks alle steken er niet in. Ik ga namelijk in de ring 14 stokjes haken. Nou, de eerste stokje ga ik vervangen door 3 lossen. Ik heb er al 1. En daar doe ik nog 2 lossen bij. Je slaat de draad om de naald, die trek je door de lus heen. Je slaat de draad om de naald en die trek je door de lus heen. Met die eerste erbij heb ik nu 3 lossen. En dat, zoals ik al zei, die eerste 3 lossen staan voor het eerste stokje. Dan sla je de draad om de naald en dan ga je in de cirkel insteken. Dan haal je de draad op, die trek je er doorheen. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je slaat om, je trekt hem door 2 heen. Je slaat om en je trekt hem door 2 heen. En dat noem je een stokje. En zo maak je in de ring in totaal 14 stokjes. Inclusief die 3 lossen aan het begin. 4. Vijf. Zes. Nou ja, en zo ga je door. Totdat je de 14 hebt. Zo. En wat je dan doet, is dan trek je aan je einddraad. En dan zie je dat je best nog wel een redelijk groot gat overhoudt. Ik heb trouwens 14 gedaan, hè. Een redelijk groot gat overhoudt. Nou. Wat je dan kan doen, is haal je dit er even uit. Dan leg je dit zo over je hand heen. En dan trek je de draad, die trek je hier door je vingers heen. En dan kan je net even iets strakker de boel aantrekken. Nou, en bij dit macramé garen van de zeeman hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat je het kapot trekt. Bij elk ander garen zou ik even voorzichtiger zijn. Ik denk wel dat hele dikke katoen trouwens ook niet hoor. Maar... Zo. Dus dat. Oké. Wat je dan doet, is dan sluit je deze ronde af met een halve vaste in de 1, 2, derde losse. Aan het begin van de ronde. Je steekt de naald door die derde losse heen en die trek je door de lus op je haaknaald. En dan is die gesloten. Ronde nummer 2. In ronde nummer 2 gaan we zorgen dat de bodem groter wordt. En dat doen we door in elke steek 2 stokjes te haken. We beginnen weer met 3 lossen. En die 3 lossen die staan dan voor het eerste stokje. En je ziet dan hier zie je 3 lossen van de eerste ronde. En dan zie je daar die opening waar we net gesloten hebben. En daarin, hier zo, daar maken we ook het tweede stokje. Dan gaan we naar de volgende steek.
zie je hier, die zit er wat anders bij, omdat hier die drie lossen naast zitten. Dus je moet zorgen dat je onder twee lussen doorsteekt. Daar. En daarin maak je twee stokjes. 1. En dat doe je eigenlijk bij elke steek van de vorige ronde. Dus in elke steek onder de twee lussen doorsteken. Dus onder het V'tje door. En dan twee stokjes erin. En dan heb je aan het eind van deze ronde heb je 28 stokjes. 1. 2. En zo ga je door, totdat je hier bent. Oké, waar je voor op moet letten, is dat je echt alleen maar in de daadwerkelijke steken haakt. Als je goed kijkt, dan zie je hier bij het begin zie je die twee die boven deze zitten. Als je goed kijkt, dan zie je deze twee boven die zitten. Dus deze en die heb je allebei gehad. Maar je ziet hier ook nog een lusje. Daar kan je dus in vergissen. Het kan dus zijn dat je denkt dat dat nog een steek is. Maar als je je werk een beetje goed ontleedt, dan zie je ook dat het niet zo is. Dit lusje is niks anders dan de halve vaste die we gedaan hebben bij de vorige ronde. Om de ronde te sluiten. Dus laat je daar niet door misleiden. En als je het niet zeker weet, 14 zijn we mee begonnen. En 14 keer 2 is 28. Dus je moet even tellen dat je 28 stokjes hebt. Zo kan je het ook doen. Ja? Dan sluit je de ronde weer af met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de ronde. Stik je bovenin, haal je draad op en die trek je direct door de lus op je haaknaald. Nu kan je hem zo laten, krijg je een klein mandje. Ja. In een paasmandje met paaseitjes moet wel wat in kunnen. Dacht ik. Dus ik ga hem nog een rondje groter maken. En dan begin ik weer met 3 lossen. Voor het eerste stokje. Dit zijn de 3 lossen van de ronde hiervoor. Daar zie je precies daarboven zit nu dit stokje. Gemaakt van 3 lossen. Dus we gaan naar de volgende toe. En in de volgende maken we 2 stokjes. Dat zal de meerdering zijn voor deze ronde. Precies daarboven. Je ziet hier de 2 lusjes. Je steekt onder de 2 lusjes door. Wel eerst omslaan. Dan haal je draad op en dan maak je daar weer een stokje. En nog een stokje voor de meerdering. Dan heb je 1 stokje, 2 stokjes. Dat is wat je gaat herhalen. Dan niet de 3 lossen, maar 1 stokje, 2 stokje. Dus in de volgende steek doe je 1 stokje. En in de daaropvolgende steek doe je 2 stokjes. 1. 2. Ja? Dus dat herhaal je. 1. 2. Totdat je aan het einde bent hier. En dan kom ik weer bij je terug en dan vertel ik je hoe we verder gaan. Einde van de ronde heb je 42 stokjes. Niet zeker bent, tel ze na. Of doe het trucje wat ik je net heb laten zien. Boven deze zit er 1. En boven de laatste zit er 2. Die ruimte hier tussen, daar zit niks. Dus dat lusje hier. Dat betekent ook helemaal niets. Je sluit de ronde weer af met een halve vaste in de derde losse aan het begin van de ronde. Dit wordt voor mij de bodem. De hoeveelheid garen die ik gebruikt heb, die ik hier heb, die is genoeg voor 1 zo'n mandje. Althans, mijn mandje. Als je hem nu groter zou maken, de bodem, dan gaat het niet meer uit 1 bol. Oké. Deze ronde gaan we stokjes haken in de achterste lus.
We beginnen met drie lossen. En die drie lossen die staan voor het allereerste stokje. Dan gaan we naar het volgende stokje. We gaan ook niet meer meerdere. We gaan gewoon in één steek één steek haken. Dus laat het draad om de naald. Je ziet hier, bij deze steek is het misschien nog wat lastig om te zien. Maar je ziet hier de voorste lus. En daar aan de achterkant zie je de achterste lus. Dus één lus, twee lussen, die maken samen die hele steek. Ja, dus dat is dat veetje. Dit is de voorste en dit is de achterste. Die achterste, dat is de steek waar we in gaan werken. Dus je slaat de draad om de naald. Je steekt dus niet hier onder beide door, maar je steekt onder de laatste door. En dan maak je een stokje. Dan moet je niet je draad van je naald af laten glippen. Dus in de achterste lus een stokje. Dat doen we ook bij de volgende. Omslaan en in de achterste lus een stokje. In de achterste lus een stokje. Achterste lus. En dat doe je totdat je weer helemaal rond bent. En dan zul je zien dat als je zo een beetje gaat kijken, dat je het begin van de zijkant hebt, want het gaat recht omhoog staan. Nou, we zijn alweer aan het einde van de ronde. Dus je kan even controleren of je inderdaad de laatste steek gehad hebt hier. Bij mij is dat het geval. En als het goed is, heb je dan weer 42 stokjes in de achterste lus. Dan ga je naar de derde losse aan het begin van de ronde. En dan steek je boven in de derde in. En maak je een halve vaste. Zo. En als je dan je mandje zo neerzet, dan zie je ook dat die laatste rand omhoog staat. Zie je dat? Cool, hè? Nou, wat gaan we nu doen? Je begint nu met één lossen. In dezelfde steek als waar je net die lossen gedaan hebt, daar doe je nu een vaste. Je steekt in. Je haalt je draad op. Dan heb je twee lussen op je haaknaald. Je slaat om en je trekt hem door. Alle twee heen. De volgende steek. Onder twee lussen door. Insteken. Je draad ophalen. Omslaan. Door twee. En dat doe je bij alle steken rondom. Vaste. Insteken. Draad ophalen. Omslaan. Onder twee door. En dat rondom. En aan het einde heb je 42 vaste. Aan het einde van de ronde. Onder de twee lusjes van de eerste vaste door. Haal je lus op. En direct door de lus op je haaknaald. En dan sluit je de ronde af. We beginnen met één lossen. Dus om de draad iets omhoog te halen. En dan gaan we in diezelfde steek. Dat is die eerste vaste aan het begin van hier van de vorige ronde, daar waar je dat gat hebt, daar waar je net ook je ronde gesloten hebt, daar gaan we een stokje maken. Gewoon een stokje. Dan de volgende steek, die zit hier. Maar wat we gaan doen, we gaan niet in die steek steken, we gaan niet hier in steken, maar we gaan hier omheen steken. Dus dit is de vaste. En dit is, daaronder zit het stokje van ronde nummer 1 van de zijkant. Hè, die we in de achterste lus gehaakt hadden. Daar gaan we omheen. En dan gaan we een voorlangs relief stokje omheen maken. Dus niet daar, maar daaronder. Dus je slaat om. Die vaste. En precies die steek daaronder. Dat is deze. Dan steek je aan de zijkant daarvan in. Dan ga je achter de steek langs en aan de andere zijkant van je steek kom je naar boven. Dan sla je de draad om de naald. Nou, dat gaan we nog een keer doen. Omslaan. Dan sla je de draad om de naald. Die trek je er onderdoor terug. Je slaat om. Onder twee
om onder 2. En dat is een voorlangs relief stokje. De volgende steek, dat is dan die, daar maken we gewoon weer in de vaste die daarboven zit, maken we gewoon weer een stokje. Je moet bij deze steek wel goed opletten in welke steek je haakt, zodat je geen steken bij maakt of steken vergeet. Dus die hebben we gehad en die hoort hierbij. Dan gaan we naar de volgende. Die en die hoort bij deze. En bij deze gaan we weer een voorlangs relief stokje maken. Dus laat de draad om de naald. Steek aan deze kant in. Je gaat achter de steek langs en aan de andere kant kom je omhoog. Dan leg je je draad over de naald heen. Die trek je eronder door. Je trekt hem ietsje omhoog, dat hij wat de ruimte heeft. Dan sla je om onder 2. Je slaat om onder 2. Ja? Dus je moet hem wel ietsje omhoog trekken om hem een beetje de ruimte te geven. Volgende steek. Je ziet al dat je dit stokje gebruikt hebt. Dan het volgende stokje. En dan daarboven zit dan die vaste. En dit keer gaan we in de vaste een stokje maken. En zo kan je voor jezelf een beetje puzzelen waar de steken zitten. Dus die hebben we net gehad. Dan is dit de volgende. En het stokje dat daarbij hoort is deze. Dan gaan we weer een voorlangs relief stokje maken. En waarom heet het nou een voorlangs relief stokje? Als je, tenminste, dat is mijn theorie. Als je aan de zijkant insteekt en je gaat achter de steek langs. En je komt aan de andere zijkant, kom je weer omhoog. Dan ligt de steek voor op je haaknaald. Bij een achterlangs relief stokje ligt de steek achter op je haaknaald. Zo kun je het onthouden. Ja? Dus, achterlangs, je slaat de draad om de naald. Je trekt die draad eronder door. Je geeft hem wat de ruimte door hem iets omhoog te trekken. Dus je krijgt een wat langere lus, die sla je om. Onder 2, je slaat om en onder 2. En zo ga je door. Volgende steek, een stokje. Volgende steek, een voorlangs relief stokje. Op een gegeven moment ga je het zien hoor, welke steken je moet pakken. Dan is het bijna appeltje eitje, maar je moet het even doorhebben hoe je moet insteken. Ja? Volgende steek, een stokje. En het geeft niet als het een keer misgaat. Dan doe je het gewoon opnieuw. Hey, ik zie je weer aan het einde van deze ronde. Tot zo. De laatste steek gedaan. En ik sluit deze ronde af met een halve vaste in de eerste steek bovenin daar. Dus je eindigt deze ronde met een voorlangs relief stokje. Eén losse. Nu maken we weer een makkelijke ronde, want we gaan in elke steek één vaste haken. Eén losse. En in elke steek een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Nou ja, en zo ga je rond totdat je aan het einde bent. Nou. Dat was weer een makkie. Laatste steek gehad. 42 vaste. Afsluiten met een halve vaste in de eerste vaste. En dan nu. 1 losse om de draad omhoog te brengen. En dan zie je hier. Die ene losse hier zo. Dit is die losse om de draad omhoog te halen. Hier zo. En dan heb je hier het stokje. Nou, wat je kan doen, je kan om dit helemaal heen steken. Want dan krijg je een hele brede steek. En of dat nou pertinent zo mooi is, weet ik niet. Maar dan moet je voor jezelf uitvinden wat jij mooi vindt. Dus even kijken wat ik hier gedaan heb. Hier heb ik het niet gedaan. Daar heb ik gewoon om... je blijft er toch altijd een beetje zien, die sluiting. Maar hier heb ik gewoon alleen maar om het stokje heen gehaakt. Dus dat ga ik bij deze denk ik ook maar doen. Gewoon 1 losse om je draad omhoog te halen. Dit is de vaste van de vorige ronde. En dan hieronder zit dan het stokje. Ja, dus draad om het stokje heen. Dus deze is een beetje lastig hoor, want hier, kijk, als je goed kijkt, dan heb je hier een draadje tussen zitten. Nee? Dit is
Dit is de lus, de V-steek, zeg maar, die hier zit. Dus je moet echt hier omheen. Die lus hier, daar heb je die vaste in zitten. Dus die moet je niet pakken. Hieronder. Ik hoop dat je het kan zien. Hier, dus hieronder. Daar moet je onderdoor steken. Draad om de naald. Doorhalen. Je trekt hem ietsje hoger. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Volgende steek. Die zit er een beetje verborgen achter. En als je goed kijkt, dan zie je hier beneden zie je een voorlangs relief stokje. En dan doe je daarboven in de vaste doe je een stokje. Dus je gaat hem als het ware afwisselen. Waar we de vorige keer een voorlangs relief stokje gedaan hebben, daar doen we nu een stokje boven. En bij de volgende zie je hier een gewoon stokje. En daar doen we dan nu de vaste overslaan. Daar doen we nu een voorlangs relief stokje. Ik hoop dat je me snapt. Volgende steek. Een vaste. Hier zie je een voorlangs relief stokje. Dus hier doen we een gewoon stokje in de vaste. Volgende. Vaste. Hier zie je een gewoon stokje. Dus daaromheen doe je weer een voorlangs relief stokje. Volgende steek, een vaste, een voorlangs relief stokje. Dus dan doen we in de vaste een gewoon stokje. En dat doen we dus de hele ronde door. Beetje goed kijken en dan zie je zo dat die afwisseling komen. Zie je dat? Kun je dat goed zien? Cool, hè? Dus dat doe je weer totdat je aan het einde van de ronde bent. En dan kom ik terug en dan ga ik je weer vertellen dat we nog een ronde met vaste gaan doen. Maar kom wel terug. Tot zo. En ik ben rond. De laatste in deze ronde zou een gewoon stokje moeten zijn. Als je weer gaat kijken naar hier beneden. Eerst even in het begin kijken. Dan zie je een voorlangs relief stokje. Dan zie je hiernaast iets. En daarnaast zie je dat daar die steek al in zit. Deze hiernaast, weet je nog, dat is die losse. Dus dit hier is geen steek. Maar dat is gewoon die lus. Die van de halve vaste om de ronde te sluiten. Dus we sluiten de ronde nu af met een halve vaste boven in het voorlangs relief stokje. Zo. Dan doen we één losse. En dan maken we er weer een makkelijk rondje van. We gaan nu weer een ronde haken met 42 vaste. Dus in de eerste een vaste. In de tweede een vaste. In de derde een vaste. Nou. Die hebben we al vaker gedaan, dus die gaat je vast lukken zonder mijn hulp. Succes! Ik zie je aan het einde weer. Aan het einde van deze ronde. Afsluiten met een halve vaste in de eerste vaste aan het begin van de ronde. Eén losse om de draad omhoog te halen. Nu gaan we kijken, wat hebben we hier? Een vaste en daaronder hebben we een voorlangs relief stokje. Dus hierboven een gewoon stokje in de vaste. De volgende. Vaste en daar beneden zit een gewoon stokje. Dus om dat gewone stokje heen maken wij een voorlangs relief stokje. De volgende is een voorlangs relief stokje. Dus een gewoon stokje. Een gewoon stokje, dus een juist voorlangs relief stokje. Volgende is een voorlangs relief stokje, dus een gewoon stokje. En zo ga je door. Goed kijken wat je in de vorige, niet de vorige ronde, maar de ronde daarvoor gedaan hebt. En dan doe je het tegenovergestelde. Dus zie je een voorlangs relief stokje in de ronde, niet hiervoor, maar daarvoor. Dan doe je een tegenovergestelde. Ik weet niet wat ik zei. Zei ik nou voorlangs relief stokje? Als je een voorlangs relief stokje ziet, dan doe je een stokje. Zie je een stokje, dan doe je een voorlangs relief stokje. Dat dus. Ik zie hier, wat zie ik hier? Gewoon stokje. Dus ik doe een voorlangs relief stokje. Next. Stokje. En zo ga je door.
aan het einde van de ronde zie je me weer terug. Tot zo. Einde van de ronde. Ik ben begonnen met een gewoon stokje en geëindigd met een voorlangs reliëfstokje. Ik sluit hem af met een halve vaste in het eerste stokje aan het begin van de ronde. Ik doe weer één losse. En deze ronde maak ik in elke steek weer een vaste. Rondom elke steek een vaste en aan het einde van de toer, einde van de ronde, heb je weer 42 vasten. Tot zo. Helemaal rond. Afsluiten in bovenin de vaste met een halve vaste. Nu gaan we nog één keer zo'n ronde maken met van die stokjes en voorlangs reliëfstokjes. Eén losse. We kijken gelijk hier naar beneden. We zien dat dit natuurlijk weer die ene losse is. Hè? Dus daar doen we niks mee. Hier zie je een gewoon stokje. En daar gaan we... Die is altijd even lastig. Om het stokje heen maken we een voorlangs en reliëfstokje. De volgende is, die zit hier. Die ga je heel snel overslaan. Die zit een beetje verborgen hier. Een gewoon stokje. Goed opletten wat je doet. Volgende. Voorlangs relief stokje. Nou ja. En dan precies zoals ik je verteld heb in de vorige rondes. Gewoon lekker doen. En zodra je hier weer aan het einde van de ronde bent, dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we verder gaan. Aan het einde van deze ronde sluit af met een halve vaste in de eerste steek, dus het eerste voorlangs reliëfstokje. Dan doe ik één losse. En dan hebben we weer een makkelijke ronde in elke steek één vaste. 1, 2, 3, nou ja, en zo gaan we rond, totdat ik weer hier ben. En de laatste, heb je dit gehad, hè? Dus je weer dat trucje doet door te kijken waar de laatste steek zat. Hier is de volgende steek, dan weet je zeker dat je de laatste hebt. En dan sluit je weer af met een halve vaste in het eerste in de eerste vaste van deze ronde. Nou, vanaf nu is het wellicht handig om even een stekenmarkeerder erbij te pakken. Ik heb hier een hele mooie liggen van Wendy. Die heeft ze speciaal voor mij gemaakt, van Len en mij. Die ligt hier echt vlakbij me. Die ligt echt altijd vlakbij me, want die vind ik zo bijzonder. Ik dacht, nou, ik ga hem nu een keertje gebruiken. Dus ik maak hem vast even open. We gaan namelijk de laatste ronde van het mandje alleen maar halve vast doen over de bovenkant. En dan is het handig om in de eerste gewoon een stekenmarkeerder te zetten. Nou, dit was degene waar we net met een halve vaste gesloten hebben. Dus die slaan we over en dan gaan we naar de volgende. En daar steek je in, haal je draad op en die haal je door de lus op je haaknaald. En mijn advies is om dit niet al te strak te doen, maar ook niet veel te los. Dus gewoon even kijken hoe het uitpakt. Ik probeer even de stekenmarkeerder ertussen te krijgen. Zo. Ik kan hem daar mooi hangen. Zo leuk, hè? Volgende steek. Insteken, draad ophalen en door de lus op de haaknaald. En dit is wat je langs de hele bovenkant doet. Dus insteken, draad ophalen en door de lus op je haaknaald. Totdat je weer bij de stekenmarkeerder bent. Mooie afwerking deze rand zo. Kan je eventueel ook in een ander kleurtje doen als je dat leuker vindt. Maar kijk, dan krijg je aan de bovenkant ook een hele mooie rand van. Zie je dat? Supermooi. Oké, ik ga even rond en dan zie je me zo aan het eind weer. En dan gaan we het hengsel maken. Ik heb dit nog over. Dus als jij denkt, niet genoeg, ik heb niet genoeg. En je hebt hetzelfde materiaal. Je ziet, ik heb ook dit nog maar. Dus tot zo. Oké.
als je op dit punt bent aangekomen, dit is je laatste steek. Dan zou je denken, ja maar Siem, je hebt de hele tijd verteld dat dit niet een steek is. Nou, eigenlijk is het dat ook niet. Maar als je gaat tellen vanaf het moment van je steken markeren, dan zul je erachter komen dat tot het moment waar je nu bent, dat je 41 steken hebt. En dat komt omdat we hier begonnen zijn en meteen naar de volgende gegaan zijn. Omdat het gewoon een mooier effect geeft. Dus, dit is de enige keer dat we hier wel insteken. En hem gewoon een mooie afwerking geven. Wat we nu gaan doen, is het afknippen. Je kan hem ook overslaan hoor, want dan hou je uiteindelijk in de totaliteit 42 steken over. Maar we gaan hem nu aan het eind met een iets langere draad afknippen. En dan halen we hem door. Nou, ik heb de draad doorgetrokken. En ik ga nu met de naald, de grote naald, de draad er doorheen halen. En dan ga ik hem sluiten. Wat je gaat doen, ik had de stekenmarkeerder in mijn Engelstalige video er al uitgehaald. Maar die zat hier. Die zat in deze steek. Ja. In die. Wat je gaat doen, is je gaat dit sluiten. En je gaat hier een soort van lusje neerleggen en hier aan de voorkant. En dan lijken het net 43 steken. Maar ja, of een extra steek dan. Maar dit is het natuurlijk niet. Het is gewoon dichtgenaaid. Maar het ziet er gewoon wat mooier uit. Maar hey, heb je een andere manier? Doe lekker wat jij het mooist vindt, goed? Je steekt hier onder die laatste lus, waar of de eerste lus waar de stekenmarkeerde in zat, steek je van de binnenkant van de mand naar de buitenkant, onder de twee lussen door. Dan trek je hem door. Zo. En dan ga je terug deze kant op, onder deze steek door. En dan trek je die terug. Kijk. En dan trek je hem iets verder aan. En dan lijkt het net een extra steek. Zie je dat? Ongetwijfeld op andere manieren die misschien nog veel mooier zijn. Ken je die? Gewoon lekker doen. Ik vond dit een leuke manier. En dan ga je naar de binnenkant van de mand. En dan is het de kunst om de draad heel mooi weg te werken. Maar ook voor te zorgen dat het lukt. Het is nogal een stugge dikke draad. En ik zit nu al vast. Even kijken. Kijk. Nou, ik ga er even mee stoeien. Want ik heb het nu in de knup zitten. Lekker handig zien. Nou, kijk. Dit is het testmandje dat ik gemaakt heb. Met het hengsel eraan. Ze zijn, na een beetje frummelen, zijn ze allebei even hoog. Deze is al wat ingezakt. En ik moet nog een hengsel maken. Ik heb dit garen nog over. En daar ga ik een hengsel van maken. En dit is het Roemeense kort. Daar heb ik ook een aparte tutorial van het Roemeense kort. En daar heb ik toen een sleutelkort van gemaakt. Dus als je deze video zo meteen lastig gaat vinden om te volgen, kan hè, dan zou je ook eens daar kunnen kijken. Ik zal hem in ieder geval aan het einde van deze video voor je neerzetten. Je begint met een lus op je haaknaald. Ik doe dit keer twee lossen. En in de eerste los dan maak ik een vaste. Dan draai je je werk een beetje. Dan zie je dat hier een lus is ontstaan. Zie je dat? Hier is de lus ontstaan. Je draait je werk en je gaat door die lus heen. Omslaan door twee. Dan draai je werk en dan zie je hier een lus en daarachter nog een lus. De vorige keer, dus net wat we net gedaan hebben, is het door één lus heen. En vanaf nu is het elke keer door twee lussen heen. Dus elke keer draai je werk een slag en dan heb je twee lussen. Omslaan door die twee heen. Omslaan door 2. Dan draai je je werk een stukje en dan zie je hier weer twee lussen. Als je dit te strak doet, dan kom je er bijna niet onderdoor. Dus dit moet je redelijk los doen. Dus haaknaald onder die twee lussen door. Omslaan, doortrekken. Omslaan door 2. Dan draai je weer een stukje en dan zie je hier weer twee lussen. Insteken, draad omhalen.
doorhalen, omslaan met 2. Draait een stukje, 2 lussen en dan maak je weer een vaste omheen. Het lijkt moeilijker als dat het is. Als je het eenmaal door hebt, denk je, oh, is dat alles? Nou, ik ga nog even lekker door. En als ik er zo meteen genoeg heb, of mijn haar is op, dan kom ik bij je terug en dan ga ik je vertellen hoeveel ik ongeveer gedaan heb. Ik ga ze niet tellen hoor. Ik ga gewoon hier straks aan de zijkant, die lusjes die hier zitten, die gaan we gewoon ongeveer tellen. En je kan het ook gewoon op gevoel doen, wat jij mooi vindt. Dus hoeveel te precies zijn, niet belangrijk. Oké, mijn is lang genoeg en ik ben bijna door het garen heen. Dus kijk, dit heb ik nog. Dus ik ga stoppen. Ik heb hem maar even boven het mandje gedaan, zo ietsje aan de zijkant er zo overheen gehangen. Zo. En de andere kant ook. En toen vond ik hem eigenlijk lang genoeg. Dus ik dacht, ah. Zo. Ik ga hem zo maken. Maar hey, doe wat jij wil. Om het af te sluiten, ga ik dit keer heel makkelijk doen. Onder de 2 lusjes door, omslaan en doortrekken. Andere kant ook een keertje omslaan en doortrekken. En dan 1 losse. En dan trek je hem door. En dan laat je een wat langere draad over om hem weg te naaien. Maar ik moet Engels nog filmen, dus ik knip hem nog niet af. Maar dat kan je doen. Ben zo terug. Ik zou nog even laten weten wat het aantal lusjes zou zijn. Nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Het zijn deze lusjes die ik ga tellen. Maar dan heb je een beetje een richtlijn. Ja? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 lusjes. Maar 29, 30, weet je. En dat maakt niet uit. Net zolang als je het je wil. Je kan er nog een beetje aanrekken. Wordt hij ook wat langer van. Het blijft polyester. Dus... wat we gaan doen is we gaan hem aan het mandje haken, naaien, niet haken, naaien. Oké, ik heb de naald door de draad heen gehaald en wat je nu gaat doen, is je gaat hem vast naaien aan je mandje. Dus je legt deze, ik heb hier de plek zeg maar waar ik elke keer de ronde gestopt ben en begonnen ben, daar leg ik hem zo bovenop. Die kant naar boven, die vind ik mooier. Maakt niks uit, maar dat is een gevoel. En dan steek je hem zo dwars door het mandje heen. Beetje hoger. Zo. Dan zit hij aan de binnenkant. En dan steek je van de binnenkant van het mandje. Ik zal even laten zien. Hier van de binnenkant. Zo. Onder een steek door. Dwars door je koord heen. En zo ga je hem vast naaien. Dus door je koord heen en door het mandje heen. En nog een keer door het mandje en door het koord heen. Nog een keertje door het koord en het mandje heen. Nou, en dan zou die wel vast moeten zitten. En wat je dan doet, dan naai je de draad aan de binnenkant weg. Dus gewoon hier aan de binnenkant onder de steken door wegnaaien. Oké, nou de ene kant zit dus vast, de andere kant nog niet. En dan denk je van, ja maar zie maar, moet nou die andere? Nou, precies aan de overkant. We hadden 42 steken. Als je goed gaat kijken, zit deze over 2 steken heen. Dus dit is 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22. Over deze 2 steken zou die dan heen moeten gaan. Dus dan zet ik over
21 en 22 zet ik hem heen. Dan zouden de steken hier tussen 19 moeten zijn. Dus nog een keertje tellen. Dus die twee, daar gaat hij overheen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan heb ik hem in de 19e en dan moet ik dus de 20ste hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Nee? Oké, nou, ik heb even de stekenmarkeerder erin gezet in plaats van de naald, zodat ik de draad door de naald kon krijgen. Zorg dat deze niet gedraaid zit. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Dus je steekt eigenlijk, die houden we even uit, vinger erbij. Dan weet je dat het daar is. Ietsje naar beneden, zo. En dan even niet door het koord heen, maar gewoon door het mandje heen er doorheen trekken. Dan zit hij in ieder geval op de plek. En dan aan de achterkant door het koord heen. Door het mandje heen en dan door het koord heen. En zo zetten we hem weer met een paar steken vast. En dan zijn ze klaar. En dan kan je je paaszaadjes erin doen. Maar ja, je kan ze natuurlijk ook gewoon het hele jaar doormaken. En dan of zonder hengsel, of met hengsel. Dankjewel. Dus dan moet je zelf maar even kijken. Wat je ook kan doen, is als je er geen paaszaadjes in wil doen. Dan doe je er gewoon wat van die mini-bolletjes in. Dat kan natuurlijk ook gewoon het hele jaar door. Kijken. Nog. Dit is een restje. Zo. Perfect. Kunnen er bij mij 2, 3, 4, 5, 6, 7 in. Voor elke dag van de week 1. En dan doe je in die andere paaseitjes. Of iets anders te snoepen. Of je haakspulletjes, bijvoorbeeld een schaartje, die aansteken is ook altijd handig. Wat stekenmarkeerders, wat jij maar wil. Ik ben er super blij mee. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. En ik zou zeggen, als je er een gemaakt hebt, laat het dan zien op Facebook, Instagram, Twitter, wat jij wil. En vergeet niet om mij daar te taggen, zodat ik het ook kan zien. Heb je ander materiaal gebruikt? Laat het even weten, want ik ben heel benieuwd naar welk materiaal jij dan gebruikt hebt. En of dat stevig genoeg is voor het mandje, zodat hij mooi stevig blijft staan. En ook je hengsel zo mooi omhoog blijft staan. Dus laat het me weten. Ik ben gewoon super benieuwd naar. Dus dat. Dan dank ik je weer voor het kijken. En ga je ze ook maken? Of ga je lekker tussen al mijn andere video's snuffelen, omdat je nog veel meer leuke kleine dingen wil maken? Of misschien wel hele leuke grote dingen? Dan zeg ik, geniet! Dag! En ik ben weer aan het einde van de ronde. Ik zie trouwens net dat ik een gat in mijn shirt heb. Fijn. Dit is mijn huiskloffie. Zo lekker. Het shirt zit echt zo lekker. Het is eigenlijk van Len. Ik heb gepikt. Ja. Zie je dat? Ik heb er dus ingetrokken. Zie je niks van. Komt zo meteen aan deze kant ook het hengsel er zitten, kan je het nog zien. Ja. Je zit er nog lekker binnen beeld te prutsen. Zo. Met dat dikke draad is echt lastig om het netjes weg te naaien. Maar doe je best.
Dus je wil niet dat het loskomt. En zeker niet als er een kindje mee gaat spelen. Dat is gewoon niet handig. Zo'n hoofdmandje uit elkaar valt. Hè? Kijk, dit zijn waarschijnlijk te veel steken. Dan gaat hij heel moeilijk. Ah, van mij. Er doorheen. Maar goed. Deze heb ik gedaan. Draadje afknippen. En zo. Dan doe ik hem even binnenste buiten. Dan trek ik deze nog even wat beter aan. En dan ga ik ook die. Pluisje. Dan ga ik ook die netjes wegnaaien. Kijk, dit materiaal rafelt dus. Dat kan je trouwens oplossen. Als je dat wil. Even kijken, heb ik er eentje in de buurt liggen? Ja, hier. Niet dat ik rook, maar ik gebruik het vaker met knutselen. Kijk, aansteken erbij. Polyester smelt. En stinkt. Dan heb je geen rafel meer. Maar goed, dan gaan we straks toch verder afknippen. Maar het maakt het ook makkelijker om hem dan hier doorheen te halen. Denk ik. Of niet. Ja, zie. Het maakt het op zich wel makkelijker. Het gat is gewoon te klein van de dingen. Nou, en dan gewoon onder de draadjes hierdoor nog even wegnaaien. Niet dat ik bang was dat die sowieso al los zou komen, maar... Zo... Afknippen. Hartstikke mooi. Kijk, en die draad hier, moet je wel voorzichtig zijn, hè? Kijk, dit pluis natuurlijk. Verder. Kan je eventueel even zo kort. Hoppakee. Niet zo lang. Nou, die kan niet meer los. Ja. Dat kan met 100% polyester, kan je dat zo doen. Nou, deze is klaar. En dan ga ik nu beginnen aan het hengsel. En ik heb dit nog maar over. Gaat goed komen. Oké, nou kijk, dit mandje is klaar. Hè, het is hetzelfde geworden als deze. En voor enige reden lijkt het net of deze toch hoger is dan de ander. Kijk, als ik hem dubbel vouw, of dat dan nog steeds zo is. Nee, zie? Komt gewoon echt door de kleur. Nou. Dan zie je maar wat kleur kan doen. Maar hij voelt wel hoger. Nou, hij lijkt toch groter te zijn. Nou ja, maakt niet uit. Misschien heb ik deze dan toch met een kleine raaknaald gedaan. Dat kan. Dan zie je ook dat dat lukt. Haha. Nou, ze zijn inderdaad ongelijk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ik snap er geen zak van. Hoe kan dat nou? Heb ik dan echt met een grote raaknaald zitten haken? De bodem is te klein. Zie je dat? Dat is toch gek? Oh, deze is al ingezakt. Dat zal het zijn. Het is gewoon ingezakt. En alle paaseitjes erin gezeten hebben. Tegen Len zei, nee, nog niet die paaseitje eten, want die heb ik nodig. Hier ziet het. Leeg. En je ligt beneden. Is hij nou gelijk? Ja, kijk, weer gelijk. Bijna. Mooi. Ah, bloepers. Dan kan je die ook kijken, dat is misschien wel leuk. Een van mijn buren die verschuift dus nu het meubilair. Het is zaterdag en het is verschuif je meubeldag. Ik weet niet of je dat kon horen. Maakt echt heel veel kabaal. Goed. Oké, we gaan een wat langere draad overlaten. Want deze draad gaan we ook gebruiken om hem straks aan het mandje vast te maken. Dus ongeveer zo'n stuk.
de lengte van mijn hand en een stukje van mijn pols. Zo moet je het een beetje zien. Dan maak je een lus op je haaknaald. Zo. En dan begin je met één losse. En in diezelfde losse doe je nu een vaste. En dan weer niet. En dan ga ik je proberen om die naald er doorheen te krijgen. Mission Impossible. Nou, heb ik jullie net een mooie truc verteld en dan gebruik ik hem zelf niet. Hoppa. Zo. Gaat over deze twee heen. 1, 2, 3, 21. Zie je dat? Oké. En dan zijn ze klaar. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is je paaseitjes erin of je kleine mini bolletjes erin. Als je bijvoorbeeld, net als ik hier, even natuurlijk niet klaargelegd. Oh.